En vandaag is het de beurt aan de heer Schoenmakers van de fractie. Schoenmakers, meneer Schoenmakers, goedemorgen. Meneer de Hoe is het met u? Prima. Bent u helemaal voorbereid op het groene weekend? Hebt u vanochtend alles al thuis groen uh, klaargezet? Groene dus, thee? Ik heb helaas eerdere plannen om de stad uit te gaan. Anders zou ik ongetwijfeld even gaan kijken. Als het me nog lukt, tussendoor dan... Vanavond kunt u nog aan de Silent, de disco, silent disco. Ja, ik zal het de mensen besparen. Want ik ben <laughs> niet zo'n danser. Nee. nee, het lijkt me een hele aparte ervaring. Maar het schijnt heel mooi te Hoewel zijn. Hoewel ze mij graag een keer stil hebben. Natuurlijk. Dat, we dat uh, je weet maar nooit wat de mensen wensen, zomaar we zeggen. Meneer Schoenmakers, uh, we gaan zoals u weet. Uh, soms even buiten Schiedam. Maar dan heel snel naar Schiedam. Want uh, het is niet een stad waar niks gebeurt. Om het maar uh, uh, zo te zeggen. Er gebeurt genoeg in Schiedam. Oh, nee. Maar eerst even. Gisteren kreeg ik toch weer even. Ik keek naar het journaal. Daar heeft men onderzocht en blijkt dat uh, ziekenhuizen uh, de meest simpele ingreepjes gigantisch declareren. Kortom, denk ik, de laatste groep waar we nog een beetje vertrouwen in hadden... dat zijn de artsen en de, en, en, en de ziekenhuizen. Een uh, aantal voorbeelden. Iemand komt gewoon voor een oogcontrole. Nou, ik noem maar wat. Dat is dan nee, 60 euro. Zijn, ja. ja, dat is dan 60 euro. En wat blijkt dan? Dat op de declaratie uh, een hele operatie wordt uh, gemeld. Nou... Dat gaat nu broeien. Een aantal ziekenhuizen wordt de administratie al van doorgelicht. Waar eindigt dit nou dadelijk? Zijn we nou dadelijk allemaal onzeker van corruptie of overcorruptie? En wie moeten we nog vertrouwen? Dat is, het vertrouwen is het probleem. Kennelijk is er te veel vertrouwen in het verleden gegeven. En wordt daar misbruik van gemaakt. Op zich is het natuurlijk wel heel goed dat we proberen de zorgkosten te beperken. En ook echt ten goede laten komen aan de zorg voor de patiënten. En, en niet ergens in, in een... Onterechte winst in ziekenhuizen te verdwijnen. Je ziet ja. natuurlijk ook dat ziekenhuizen commercieel aan het worden zijn. Er, worden, er is al een commercieel ziekenhuis in Amsterdam en er is sprake van verkoop van andere ziekenhuizen. Ja. Dat werkt zo'n ontwikkeling mogelijk in de hand. Maar hoe kan je de mensen, de inwoners van je land, want het is een landelijk mm -hmm. probleem, mensen die allemaal zwaar financieel, nou niet allemaal, maar velen zitten zware financiële problemen. Hoe kan je dat nog op een of uh, andere manier uitleggen of toelichten? Of... Ik, 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 ik zie niet meer wat mijn zorgkosten zijn. Ik word in Dijkzicht uh, uh, onderzocht voor mijn ogen. Die, die zijn nogal slecht. Uh, en ik zie niet meer, vroeger kreeg ik daar rekeningen van. En die moest ik betalen en die stuurde ik door aan de verzekering. Dan had ik daar een zekere feeling voor. En kon ja. ik ook zeggen, wacht eens even, hier zit iets uit. Tegenwoordig gaat dat allemaal rechtstreeks. Mm -hmm. Mis je dus die controleslag. Uh, ik zou er niks tegen hebben om die, dat oude systeem weer in te voeren. Omdat je daar dan toch ja. ook wat. Enerzijds ook verantwoordelijkheid bij de patiënt legt. Waar niks tegen hoeft te zijn. En, maar die controle inbouwt. Ja. Ander puntje wat mij van de week toch weer opviel. Dat, was, dat is natuurlijk de bekende fraudezaak. Met de Bulgaren, zoals het mm. dan nu heet. Zijn we nou op dat punt toch al die jaren heel erg naïef geweest? Heeft het, controle het systeem van controle niet gewerkt? Uh, ja. Ik heb begrepen dat het systeem van de toeslagen bij de Belastingdienst zo werkt dat ze eerst worden verstrekt en dan gecontroleerd. Op het moment dat ik dat hoor, denk ik, deed de Belastingdienst dat bij mij ook maar. Bijvoorbeeld. Um, en ja, in dit geval is het dan te laat. En zijn we allemaal naïef geweest? Nee, maar een staatssecretaris wel heel erg, heb ik ja. het idee. Ja. Als nou een wij min... wisten het niet, hè? dus wij waren daar niet naïef over. Dat is dus is niet iets wat je als gewone Nederlander nee. uh, in beeld had. Maar als je nou, want we gaan zo het bekende bruggetje maken naar Schiedam, mm. Maar als je nou dus al die jaren signalen al krijgt. Ja. Hè, van je eigen ministerie, van je eigen ambtenaren. Dan, dan is je positie toch gewoon heel erg moeilijk aan het worden. Um, en dan uh, blijkt achteraf dat hij toch wel weer iets meer wist. En dan ja, denk ik van... Zelfs als hij het niet wist wat hij zelf betoogt. Terwijl anderen zeggen, ja, hij moet het wel geweten hebben. Maar. Ook als je het niet wist, is die politiek verantwoordelijk. Zo werkt het in Nederland. Mm -hmm. okay. En overigens ook in andere landen. Maar je bent verantwoordelijk voor het beleid. Dat is je portefeuille. Ook als anderen dat uitvoeren en dat verzuimen aan jou te vertellen, is het jouw verantwoordelijkheid. Nou, dan begrijpt u dat de brug niet ver is. naar nee, Daar geldt hetzelfde voor. Daar geldt hetzelfde. De BGS. Ja. Afgelopen week uh, was het rapport van de Vondervort. Het lijkt langer geleden, maar het was pas maandag. Ja. Het, uh, ja, nou, ik ben bij dit uh, gesprek geweest. We hebben daar opnames gemaakt. Toen dacht ik in eerste instantie van, uh, nou ja, oké, okay, rapport uitgevoerd. De uitkomst is duidelijk. Uh, maar nu zijn er toch tegenstemmen en die zeggen, nou, rapport en duidelijk. En, uh, nou ja, u bent zelf een van de mensen die zegt van, ja, hoe sta ik in dat rapport? Laten we daar eerst eens over nou, het beginnen. Het rapport is op zich duidelijk genoeg. Maar het is duidelijk wat er aan de hand is geweest. Wat ik jammer vind van het rapport is dat het wat te veel in de sfeer van waarschijnlijk, mogelijk, uh, in lijn met andere dingen en te weinig echt de harde bewijzen, de harde conclusies. Er zijn er een paar. Uh, uh, de accountantscontrole, waar de, de accountant weliswaar elk jaar een goedkeurende verklaring heeft gegeven. Dus de kritiek die er is op het falen van het administratieve systeem moeten we wel in dat licht zien. Um, maar daar wordt gezegd, dit moet verbeteren, dit moet verbeteren. Nou, daar had beter toezicht op moeten zijn dat dat ook werd verbeterd. Mm -hmm. uh, het ligt voor de hand dat, dat de organisatie zelf... Zo min mogelijk doet, dat, dat is inherent aan een bedrijf, elk bedrijf om zo weinig mogelijk kosten te maken en mogelijk. Maar de gemeente moet daarop toezien, dat is ook de verantwoordelijkheid. Uh, uh, ook daar zit. De uitvoering ligt bij de BGS, maar de verantwoordelijkheid is bij het college. Ja. Nou, uh, een ander voorbeeld wat me te binnen wil schieten: is: er is een mail boven water gekomen van, uh, waarin uh, een, een werknemer met een scheldnaam uh, wordt genoemd, die ik geloof ik maar beter op de radio niet kan herhalen. Uh, nou, totaal fout. Dat mag niet gebeuren. Maar het is wel, zoals we het krijgen, geïsoleerd. Als daar vijf mailtjes aan vooraf zijn gegaan, als je vijf keer tegen een muur bent gelopen, is het heel goed begrijpelijk. En dat gebeurt ons allemaal. En dan weten we op het moment dat we het doen, weten we van, had beter niet gekund. Maar dan, eh, op het moment dat je zo'n mail verstuurt. Maar als jij vijf keer tegen een muur bent gelopen, dan lucht je een keer je hart. En dat verband missen we natuurlijk in het verhaal. Dus ja. dat wil ik er wel bij. Aan de andere kant, eh, het is een optelsom. Het gaat ook niet om die ene kleine losse dingen. Er is veel gebeurd in die jaren die onderzocht zijn. Uh, maar, het is steeds gezegd, personeel is een zaak van het college. In het verleden werd steeds gezegd, nee, daar mag je als raad niet mee bemoeien, want personeel, zaak van het college. Nu zien we het omgekeerde. Nu is er iets aan de hand met een grote groep personeel, uh, vijf mensen. Ja. En nu gaat het college de raad erbij betrekken. In zekere zin pas ik daar ook voor. Ik wil me niet medeplichtig laten maken aan zaken waarvan de afgelopen 40 jaar dat ik meedraai. Nou, mm -hmm. Ik haal dat wel bijna. Uh, steeds is gezegd: nee, daar mag je je niet mee bemoeien. Nee. Er komt uh, uh, bericht dat uh, met name Raymond uh, mm -hmm. beslag heeft weten te leggen op informatie dat het college in die tussentijd van het onderzoek heeft willen meekijken. Even willen informeren van wat er al uitgekomen is. Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik ben in de eerste plaats uh, geschokt dat Raymond, uh, al is het vijf maanden later, uh, nee, sorry, drie maanden later. Uh, de besluitenlijst van de besloten collegevergadering heeft. Dat is bij mijn weten nog nooit gebeurd. Uh, ik heb ook begrepen dat de verspreiding daarvan heel beperkt is. Uh, over het algemeen zijn die besluitenlijsten niet zo begrijpelijk, ook nog een keer als je niet weet nee. wat er precies achter zit, want dat gaat, dat gaat heel erg kort. Um, maar in dit geval uh, zijn ze wel vrij duidelijk. Uh, dat is één, zouden ze niet moeten hebben. Twee, uh, daar staat inderdaad in, uh, commissie, we hebben jullie materiaal nodig om de schorsing te kunnen handhaven. Ja, Rijmond heeft het gisteren. In de originele vorm hadden ze ze voor zich liggen, niet de vorm zoals die op, op televisie is getoond. Die hadden ze. En dat is, dat is echt vervelend, vooral om de inhoud. Want het college heeft geprobeerd daarin te grijpen. In. Ze hebben zelf een onafhankelijke commissie benoemd. Daarnaast hebben ze de schorsing ook voor eigen rekening gedaan. En ze moeten niet. Ze hebben dus vijf mensen opzij gezet. Dan moeten ze niet willen om. Het materiaal van die commissie te gaan gebruiken om dat opzij zetten, dat schorsen te kunnen handhaven. Daar zit een, een structurele fout in als je denkt dat dat nodig is, want die commissie doet zijn eigen werk ja. en is er niet om jou achteraf te rechtvaardigen voor die schorsing. Verbaasd u dat die commissie. Niet, zolang het rapport er niet is. En dan, Dat is nu gebeurd. Ja. En dan geldt ook weer, er is steeds gezegd: de schorsing is om rust te geven, om dat onderzoek in alle. Hè, zonder in mee, zonder dat ze op hun plek zitten. Nou. Hmm. Daarmee is ook een eind gekomen. Maar wat ik ook kwalijk vind, is 18 april had besloten moeten worden op bezwaar. Uh, dat geldt voor alle overheidsinstanties. Daar gelden fatale termijnen voor. Daar heb je als burger recht op. Mm -hmm. um, dan wordt er gezegd, ja, we laten dat bewust lopen. We gaan dus maar weer belastinggeld uitgeven. Ze krijgen nu elk 1200 euro extra. Um, omdat de gemeente niet de tijdig besloten heeft. Ja, dat, ook dat is niet juist. Wij hebben in Nederland termijnen gezet waarin je als burger recht hebt om duidelijkheid te krijgen, geldt ook voor deze vijf. We mm. moeten niet denken dat we dat, omdat er, het college hier actie heeft genomen, rechten niet meer gelden. Nee. Verbaast het u dat die commissie van de Vondenvoort die vijf bestuursleden nooit heeft gehoord? Dat dat aan de, de, de Hofman-organisatie is overgelaten? Ja, het verbaast me ook dat een, een Hofman-recherchebureau de, de salarisbetalingen heeft onderzocht en dat de gemeente dat niet zelf kon. Overigens is dus daaruit gebleken dat de klachten over ik krijg te weinig salaris betaald, uh, waarvan ik geloof ik even uit mijn hoofd 50 waren, mm -hmm. uh, onterecht waren. En dat is wel weer een opluchting, maar je ziet dat er dus wel wat, uh, wat meer is geroepen in het verleden dan er waren. Dat geldt bijvoorbeeld ook, en dat vind ik een heel ernstige zaak, uh, over uh, een groot aantal zelfmoorden wat er zo zijn gepleegd en wat mensen ook zelfs persoonlijk in de schoenen wordt geschoven. Ja. Het blijkt dat daar geen sprake van komt, overigens in het rapport ook niet voor. Dat zijn heel ernstige dingen, ja. waar, waar je echt niet toe zou moeten verlagen. U was van de week boos, zo meldde een collega van mij, want u zei van, uh, dat rapport, dat krijgen wij op een moment, dat, dat het om, heel kort uh, voor tijd, wij kregen het smiddags om vier uur, maandagmiddag. Wij om half vijf. Jullie komen. om half nee, vijf. Twee minuten, over ja. twee minuten over vier. Dat heeft u erg gestoord. Waarom? Nou... Kijk, ik heb anderhalf uur nodig gehad om het te lezen. 34 pagina's. Ik uh, moet het dan uitprinten, grote letters. Uh, en dat kon niet, het was een PDF. Dus ik moest het op A3 kopiëren. Mm -hmm. En uh, lezen is niet het, het makkelijkste vanwege die ogen waar we het net ook al even over hadden. Um, en uh, s'avonds om zeven uur moesten we erover praten. Um, dus dat was wel heel erg krap. Ja. Uh, maar goed, dat zijn mijn eigen problemen. En daar komen we wel overheen. Mm -hmm. Maar ik denk dat het. Dat de Raad het ook best wat eerder had mogen krijgen. Uh, want laten we eerlijk zijn, dat heeft u zelf ook gedaan, denk ik. Op het moment dat uh, de persconferentie is afgelopen, gaat u raadsleden om reacties vragen. Ja. Nou, dan hadden we dat langer moeten kunnen kennis nemen uh, om daar goed op te kunnen reageren. Dus dat moest een beetje. Ja. Um, eerst eventjes de zaak in stukjes knippen. De werknemers, de mensen die ja. met name beschadigd zijn. Ik heb het aan wethouder Wijten gevraagd. Wat gaat u daar nou als gemeente aan doen? Uh, ik ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat dat een moeilijke vraag was. Hè? Want wat kan je daarmee? Maar dat zijn, daar gaat het natuurlijk Dan om. Dan hebben we het over de 600 werknemers van de BGS. Ja. En daar, daar gaat het ook in de allereerste ja. plaats om. Die mensen zijn door omstandigheden lichamelijk, geestelijk in een positie... dat ze bij een normale baas niet kunnen werken. Daar zijn ook, dat is landelijk beleid. Uh, Mogelijkheden voor om toch nuttig werk te verrichten. En het is heel belangrijk om werk te kunnen verrichten, want dat brengt levensvreugde. Het brengt regelmaat mee, maar ja. ook mee. En natuurlijk, laten we eerlijk zijn, ook een inkomen. Um, het is veel beter om te werken voor dat inkomen. dan het als uitkering te krijgen. Dat geldt voor alles en iedereen. Ik heb veel contacten gehad in, uh, in de afgelopen jaren. met de BGS en met BGS'ers. En het is me daarbij opgevallen dat ze ook gewoon echt heel erg trots zijn op hun werk en op hun bedrijf. En dat ook altijd. Graag willen laten zien. Uh, de andere kant daarvan is: we mochten ook altijd overal komen in de BGS. Er werd geen enkele belemmering gelegd in de contacten van mm -hmm. werknemers met raadsleden. Mm -hmm. En ik zeg met terugwerkende kracht: stel nou dat er werkelijk sprake was van zo'n schrikbewind en van zo'n onderdrukking, dan zou je, vanuit de directie gezegd hebben, dan wil ik voorkomen dat er veel contacten zijn, want stel je voor dat ze gaan klikken. Uh, ik heb dan echt. Nooit of zo gemerkt. Ook nooit van collega's in die sfeer gehoord. Totdat er dus vanuit de kant van de SP een aantal jaren terug uh, wat kwam. En ik verkeerde oprecht in de veronderstelling... dat Christine dat toen de tijd had opgelost. Was de wethouder die verantwoordelijk was voor de BGV. Sorry, mevrouw Maar ja, Mevrouw Tasskalaak, ja, ja, ja. Ja, ik noemde de Christine. Ja, dat, ja, dat heeft geeft niet. Dat, dat, dat voorrecht had u. Ja, begrijp ik. Het is Ja, dat, ja. Uh, Maar dan toch is dat... Dat is ook een beetje waar de algemene discussie over gaat. Ook van... Uh, de sfeer die de BGS altijd heeft uitgestraald, was. Ja, wat u zei, mensen die trots waren, leuke mensen. En mensen die daar in alle openheid met iedereen ja. over konden praten. En nu ineens, op de bijeenkomst, toen zij zelf te horen kregen de uitslag van het rapport afgelopen maandag. was er een dankbaar applaus van alle honderden werknemers, want men herkende eigen. Was dat schrikbewind dan zo erg? Of zegt u van, dan ga ik toch wel weer twijfelen aan dat rapport? Ja, en daar. Nee, ik. ik... Ik wil, ik wil eigenlijk. U zat deel u van het... te houden. Nee. krijg ik een nee, hoor, de nee, nee, ik wil wat dat deel van het rapport betreft. mij niet mee laten slepen. Want. Ik heb al die tijd altijd alleen maar gehoord. Nee, personeel mag je hier niet mee bemoeien. Dat is een zaak van het college. Ja. Ik denk dat dat op zich ook waar is. Maar. Dat betekent dan in dit geval dat ik ook moet zeggen, ik wil niet te veel in dat stuk treden. Voor mij is als raadslid het belangrijkste deel, het laatste deel, waarin de bestuurlijke verantwoordelijkheid in sprake komt. Maar ik wil wel gezegd hebben dat die mensen van de BGS recht hebben op een beschermde werkplek. En voor zover daar geen sprake van is geweest, moet ook de gemeente zich dat aantrekken, want de gemeente voert de WSW uit. Mm -hmm. Het college is verantwoordelijk voor de manier waarop in Schiedam de WSW wordt uitgevoerd en de manier waarop deze mensen kunnen werken. Daarvoor zijn mensen aangesteld om dat te doen, maar die doen dat onder verantwoordelijkheid van het college. Ja. En het college heeft hier precies hetzelfde gedaan, waarvan intussen wel duidelijk is en ook consequenties zijn getrokken wat er rond de affaire Verve gebeurde. Het college stond erbij en keek ernaar. Of eigenlijk, beter gezegd, het college zat erbij en keek weg. We hebben elk jaar. Gedeelte van de winst afgeroomd. Daar waren we, we zijn trots geweest als gemeente op het lage ziekteverzuim. En nu ja. blijkt, althans, nu is het verhaal dat daar een hoge prijs voor is. Daar. Nou, dat is natuurlijk ook een beetje in het verhaal. De, BGS, de directeur van de BGS zei, we moeten gewoon mee concurreren. We moeten gewoon zorgen dat we winst maken. Want mm -hmm. dat doe je als gewoon gezond bedrijf. Ook al ja. hebben we mensen met een beperking, wij gaan die strijd aan. Aan de andere kant zeg je van ja moeten die mensen nou opgejaagd worden om winst te maken? Wat u daarnet net zei, hun dagbesteding, hun invulling, het zinvol maken van je leven is minstens net zo belangrijk. Heeft die discussie dan nooit veel eerder gespeeld? We zijn er geweest vaker dan eens in de loop der ja. jaren en we hebben dat gezien en ook had maar iemand die daar je hebt al die beelden van. En ze zijn ook spreekwoordelijk schroefjes stellen, glazen ja. op een fles zetten en een folie eromheen doen van het gratis glasactie um, werk wat gedaan moet worden en wat ze met veel plezier deden en waar ze trots op waren dat ze er zoveel hadden gedaan. Ze wilden zelf dat ook laten zien. Ja. Was er maar iemand geweest die zei van ja, maar ik moet er elk uur zoveel doen en dat haal ik niet. Dan waren we daar ongetwijfeld over gaan praten. Uh, dat zijn allemaal achteraf geluiden. En dan was ons gezegd, ja maar dat is personeel, daar heb je niks ja. mee te maken. Ja. Maar. Een, bi een bizar onderdeel in dat hele rapport is ook uh, de bar boven. Ja. En het drankgebruik van de directie. Um, maar tijdens de persconferentie werd door een van mijn collega's werd dat even voorgesteld. En die zei van, luister eens, welk raadslid en welke wethouder heeft daar niet aan de bar gezeten? Dat was een beetje een pijnlijk moment, vond ik wel. Maar zeg u het maar, zijn we nu ineens allemaal nooit bij de BGS geweest? Ja. Ook hier, het college moet handhaven op horecabeleid. Ja. En als er een café illegaal begint, dan zijn ze er als eerste bij. En in dit geval is het ja, er tussendoor geklipt. Maar ze, ja. inderdaad, iedereen was daar, ze hebben daar. Als wij op bezoek gingen als raad bij de BGS... of als een deelte van de raad, wat we ja. ook nog gedaan hebben in deze periode... dan eindigde dat in haar en ik heb begrepen dat daar bijeenkomsten van de gemeente werden georganiseerd. En dat ja. het college daar is heeft gehouden ja. om uit het gebouw te zijn. Het eigen gebouw, hè, het stadskantoor te zijn. Mm -hmm. Nou, uh, en al die tijd, elk, elk café moet zijn vergunning hebben. Er moet een uitbater zijn die zijn, uh, zijn horecapapieren heeft. Ik heb begrepen dat dat ook daar was. Ik heb dat wel eens gevraagd ook. Mm -hmm. van, zijn dat dan jongens bij jullie die horeca-papieren? Ja, want dat ja. hebben ze voor de kantine ook nodig. Mm -hmm. uh, nou... Uh, dat ga ik niet zeggen, van mag ik ze dan zien? Hè? Maar kennelijk was daar wel aan gedacht. Maar ja. ja, het is heel, heel raar dat je dus een café in eigen overheidspand hebt en dat daar niet op gehandhaafd nee. is. Even over die bestuurlijke consequenties. En de bestuurlijke consequenties, daar hadden we het ja. net ook over. Uh, we hebben een college zitten. Uh, twee wethouders waren van de week aanwezig bij de persconferentie. Mm -hmm. uh, wethouder Stam en wethouder Weiten. Uh, wat betekent dat nou gewoon in eenvoudig uh, Nederlands, Schiedams, uh, bestuurlijke nee. consequenties? Want de wethouders die erover gaan, die kunnen zeggen: ja, maar ja, dat speelde allemaal in een tijd dat ik hier nog helemaal niet was. U zei er net nee. van: ja, zo werkt dat niet. Ja, maar dat niet alleen. Het, dit speelt niet in een tijd dat zij er niet waren. Ze hebben in maart 2012 de signalen gekregen over de BGS. Ze hebben eind oktober daarvoor het eerst wat mee gedaan. Ze hebben begin november op zeer grote schaal ingegrepen met de schorsing. Dat heeft echt een schok ook binnen het bedrijf opgebracht. Ik ben daarna heel veel mensen, die medewerkers van de BGS, en ik wonder ze ervoor dat ze dat doen. Nou, een inval is niet niks. Praten. Nee, nee precies. Uh, dus dat heeft ook, ook de manier waarop heeft echt daar uh, wonder geslagen, uh, daar is voor gekozen. Nou, maar nu krijgen we de situatie dat die schorsing uh, kennelijk ligt er toch een wat het college minder welgevallig advies van de bezwaren- en beroepschriftencommissie zijn ze toen gaan proberen om uh, om daar, uh, ja ik zeg het maar zo, de vertrouwenscommissie, uh, nee sorry de onderzoekscommissie uh, uh, voor hun karretje te spannen. Dat is niet gelukt. En volstrekt complimenten aan de commissie dat ze daar niet voor gezwicht zijn. Nou, die, de, die commissie de heeft geconcludeerd dat er de, dat de steken zijn laten, ook vanuit de kant van ja. de gemeente staat er duidelijk ook in. En dat is, dat is het punt waar ik mij op concentreer. Het laatste hoofdstuk waar ook terechtgezegd wordt, de gemeente heeft al die jaren niks gedaan... en had dat wel moeten doen. Maar dan Dat geldt ook voor dit college ja. en dat ook voor de manier waarop dit college ermee omgegaan is. Maar dan de handvraag. Moeten er dan consequenties getrokken nou, Ze hebben wat uit te leggen. Ze hebben heel wat uit te leggen. En vooral over dat verhaal van gisteren... waarin, ik kan het niet anders uit, daar staat van... we hebben geprobeerd de commissie op andere gedachten te brengen... Dat is niet gelukt. We gaan het nog een keer proberen. Er is het is nog een kwestie van recidive. Mm -hmm. Het is een hardnekkigheid. Ja. Eerst even de vijf mensen die geschorst zijn. Ja. Uh, heeft u contact met die mensen? Een van de mensen. Nou, uh, uh, ik ken Erik Zwennis. Laat ik dat er even bij zeggen. Maar ook die noem ik Erik. Uh, minstens twintig jaar. Ja. Ik heb in principe van 21 jaar zien komen. Ik ben ook geschokt dat de wethouder niet weet hoe lang de man daar zit. Nee. Hij zou iets meer dossierkennis moeten hebben als hij iemand schorst en dergelijke ingrepen doet, zou hij echt wel mogen weten met wie hij te doen heeft. Ik ken mevrouw Raats, Jolanda, nog uit de Tweede Kamer, waar ze werkte voordat ze naar Schiedam kwam. Bert Gille zit er langer dan ik weet zo ongeveer naar mijn idee. Uh, die heeft er al, zolang ik de BGS kent, dat, dat was Bert Gille ja. geloof ik naar mijn idee. Maar ja. dat, dat dan de vraag? Heeft dus ze. En Ik heb Erik gebeld ook op de dag dat het rapport kwam en gezegd, joh, hoe voel je je? En ik heb. Uh... Wat zei hij? Nou, hij maakte de indruk daar. Uh... Ik vond overigens dat dat mocht op het moment dat het rapport er was. Ik mm -hmm. had me ook voorgenomen: op het, op het moment dat het er nog niet is, moet ik daar terughoudend in zijn. Wil ik dat niet? Op het moment dat het rapport er is, er is toch natuurlijk een. En uh, laten we niet vergeten, laten we dat dan ook maar even noemen. Want we... terecht hebben we het belang van de BGS'ers, van de WSW-geïndiceerden, voorop staan. Maar een van die vijf is zelf ook geïndiceerd. Uh -huh. ja. En dat lijkt helemaal uit beeld te dus zijn verdwenen, maar die is net zo zwak als al die anderen waar het om gaat. En ja. die compassie hebben we ineens niet. Heeft, maar u heeft ook met, uh, met Siep Adels, de directeur, gesproken, begrijp ik? Nee. Heb niet, niet, uh, niet? Niet na het rapport, niet. Nee. Nee. Want nou is het natuurlijk ook een beetje de vraag, ik heb begrepen, de beeldvorming is zodanig dat zij zeggen van wij willen gewoon terug. Aan de uh -huh. andere kant kan je zeggen, nou ja, de gemeente zegt van uh, we halen jullie weg. Uh, dat vroeg Bram Westdorp ook van de week, uh, collega van Raymond. Die zei tegen wethouder Wijten van wat gaat het kosten, deze vijf mensen uh, nou, uh, weg? Ik heb begrepen dat in het kader van de reorganisatie iedereen bij de gemeente een aanstelling in algemene dienst heeft gekregen. Wat betekent dat ze op elke andere plek aangesteld kunnen worden, uh, met, uh, dat je kunt schuiven, dat je andere dingen in kunt vullen. Uh, maar dat de BGR's, met name de ambtenaren die daar werken, dat niet hebben gehad. Mm -hmm. Dat is waarschijnlijk een omissie geweest. Nou, het werkt natuurlijk wel zo dat. En dat kun je niet helemaal zonder medewerking van de betrokkenen doen. Maar dat de gemeente de mogelijkheid heeft om mensen ergens anders neer te zetten. Uh, dan de plek waar ze de afgelopen jaren ja, hebben Ja, In zo'n geval, zo'n directie. Ja, dat... dan is het toch een kwestie van of, of terug of inderdaad afkomen. Maar dit is nou typisch zo'n personeelszaak. Waar de raad geen rol in heeft. En mm -hmm. we ook niet, in dit geval niet moeten hebben. Nee. Dat is een zaak tussen de werkgever. En de werkgever is het college, ja. is niet de raad. Nee. En een werknemer. En het is eigenlijk heel gebruikelijk in Nederland. dat arbeidsrelaties niet openbaar worden bediscussieerd. En we zitten in een tamelijk onwenselijke situatie dat we dat nou wel zouden moeten doen. Ik ga niet over de aanstelling van een directeur. Nee. Ik heb mij wel ernstig gestoord aan een publicatie in de Telegraaf deze week. Daar heb ik over getwitterd. En. Uh, dat de directeur werd aangeduid als CIP A. Het dat is, is geen crimineel. Ja, nee, nee, nee dat precies. Even naar uw collega's in de raad, de politieke partijen. Uh, als het niet goed is, moet u mij corrigeren. Mm -hmm. Ik heb uh, de indruk dat de heer Rozen, gemeentebelangen. Mevrouw Gerry de Bel, leefbaar Schiedam, Schiedam actief. En u, u drieën zijn. Zeg maar toch het meest gefocust op. op uh, ja, we willen, we willen gewoon dat dat prima opgelost wordt. Ik kan wordt. niet namens anderen praten, maar ik zou me kunnen voorstellen. dat u Ton en het AOV in dit rijtje bent vergeten. Ik had niet de indruk dat zij zich sterk maken voor. Uh... Ik denk dat de meest uitgesproken. Uh, dat dat uh, meneer Jonge is. En die zegt? Dat moet u aan hem vragen. Ja. Bellen we even. Ja, begrijp ik bel Johan, even. als je dit ziet. Ja, bel hem gelijk even live in. Maar. Um, in de raad gaat er een bijeenkomst komen. Uh, ja. Laten we dan alleen over uzelf. Uh, u zegt zelf, er valt een hoop uit te leggen. Ja. Uh, in hoeverre uh, accepteert u een uitleg waarvan u zegt van dit college kan blijven of die wethouders kunnen blijven? Nou, oh, de, ja, speculeren. als als als. Ja, maar ja, goed. Is... Ik hoop dus het uit kunnen leggen, want ik geloof niet dat er Schiedam is nee. met weer. Maar wat ik tot nu toe zie is het afschuiven, zeggen dat de directeur verantwoordelijk is. Nee, de directeur werkt onder verantwoordelijkheid van het college. Ja. En wat ik vooral mis, is dat het college zich de hand in eigen boezem steekt, zich realiseert dat het anders had moeten handelen. Ja. Eén partij, uh, uh, ik weet niet of die er uitspringt, of die uh, bij u staat, of dat die aan de andere kant staat, maar dat is de PS. Die zitten er bovenop. Mm -hmm. Verbaast u dat? Vindt u dat goed dat ze dat doen? Uh, Ziert ze dat? Doen ze het goed? Het siert. Elke partij in alle omstandigheden, naar mijn idee, dat ze zich zeer actief ergens mee bezighouden. Maar zij zitten er wel heel veel ja. bovenop. Waarom doet u dat niet? Omdat ik niet denk dat de BGS'ers, en die staan centraal ermee geholpen zijn. Dat wij een zodanige openbare discussie voeren over iets wat mm -hmm. niet in de openbaarheid. Zou. De, wat belangrijk is, is dat er rust komt bij de BGS. Dat ze daar beschermd kunnen werken. Dat ze het plezier weer terugkrijgen in het werk. Dat is goed voor de mensen zelf, maar ja. ook voor het bedrijf. Ja. Vervolgens moet het bedrijf. Want ik heb informatie dat van medewerkers van de BGS, actieve medewerkers van de BGS, laat ik daar een misverstand over laten bestaan, dat er wel degelijk klanten het bedrijf de rug toe hebben gekeerd. Die zullen we moeten proberen terug te winnen, of we zullen andere klanten, want dat bedrijf, de medewerkers moeten een goede werkomgeving krijgen, maar mm -hmm. het bedrijf moet ook weer gezond gemaakt ja. worden. We zitten ook nog met een discussie over samenwerking met Masluis, die voor mij volstrekt irrelevant is omdat we landelijk toe moeten naar 34. Ja, houden wij Wijten gaf aan dat die onderhandelingen gewoon rustig doorgaan. Ja, er zijn al besluiten over genomen. Dus... Ja. En dat lijkt mij zonde. Je moet daar geen energie in stoppen, je moet er geen geld in stoppen, want de landelijke ontwikkeling is 34 regionale WSW-bedrijven. Ja. En dan zitten wij intussen met een, met een half product ertussen in met mijn sluis. Nou. Laten we die, die, alsjeblieft, die landelijke. En, en geen moeilijke dingen overhoop halen die maar zozeer tijdelijk zullen zijn. Nee. Ten slotte, in uw optiek, hoe gaat het nu verder voor de mensen die dit toch zijdelings volgen? Wat gebeurt er? Er komt een raadsvergadering. Nee, er komt een commissievergadering. commissievergadering.